Het verbeteren van de informatievoorziening door data te ontsluiten en om te zetten naar informatie. Daar gaat het dus in feite om. Mijn naam is Erwin Aasnoot. Ik werk binnen Avanade als service line lead voor Business Intelligence. Avanade helpt bedrijven hun organisatie en hun prestaties te verbeteren door IT-projecten te doen op basis van Microsoft-technologie. Business Intelligence zorgt ervoor dat bedrijven hun prestaties kunnen verbeteren door de informatie die ze beschikbaar hebben te ontsluiten en op basis daarvan betere beslissingen te kunnen nemen. Big data is de grote hype in Business Intelligence op dit moment. Verandering van de wereld, mensen die veel meer mobiel zijn, internet zorgt ervoor dat er veel meer data beschikbaar is voor organisaties. De meest gebruikte voorbeelden voor big data zijn het ontsluiten van gegevens op Twitter of op Facebook. Je moet je afvragen of je organisatie daar echt wat aan heeft. Het kan, maar gaat het jou ook helpen? Dus als je deze cijfer met die cijfer vergelijk, ja, dan zie je ook dat het hem in totaal en resultaat er veel beter uitziet. Wij denken met de organisatie mee hoe zij kleine winstpunten kunnen behalen, dat snel kunnen realiseren en vanaf daar de volgende stap nemen. Dus niet in een laboratorium een jaar lang van alles uitdenken, maar snel met de klant aan de slag, snel informatie delen en op basis daarvan kijken hoe we verder gaan. Nou, dat zou kunnen door informatie van brancheorganisaties naast je eigen informatie te leggen. En op basis daarvan een benchmarking doen om te zien hoe je presteert. Als je dan weet hoe je presteert, dan kan je conclusies trekken van waarom presteert iemand anders beter? Wat doen zij wat ik niet doe? Of wat doe ik bijzonder ten opzichte van anderen? En kan ik dat uitbuiten als concurrentieverschil? Ook daarbij geldt, begin gewoon klein. Begin met een bepaald onderdeel van je organisatie. Benchmark dat. Doe daar conclusies uit. Heb je daar de goede informatie uit? Kan je een ander bedrijfsonderdeel ook oppakken? Of je kan een ander gebied ook oppakken en daarmee verder gaan. Big data wordt denk ik alleen maar bigger data. Mensen gaan steeds meer informatie delen. Organisaties worden zelf ook steeds opener. Veel meer data komt beschikbaar. Uiteindelijk kan je er niet omheen om je eigen informatie ook te delen, maar ook te combineren met andere informatie. En op die manier als een open organisatie stappen naar de toekomst te maken. Big data is echt wel een hypewoord binnen business intelligence. Ik denk dat je het een beetje kan vergelijken met tienerseks. Iedereen heeft het erover. Iedereen denkt dat die andere doet. Maar niemand weet eigenlijk echt waar die moet beginnen. Avanade helpt om uit te vinden waar je het slimst kan starten.